het boek heet altijd iets en het is een beetje een generatieschets, een schets van tijd, onze tijd waarin we leven. De veranderingen die zich voordoen, de evoluties in de geschiedenis, aan de hand van vier vrienden met één hoofdpersonage in het bijzonder, die dan een aantal dingen meemaakt en zo verder en zo voort, zou ik zeggen.